welkom bij Schildpaddenopvang Nederland in Harkema. Ik ben Nathalie. En ik ben Gerard. En het is vandaag woensdag en iedere woensdag behandelen we een leuk onderwerp hier bij de opvang. En wat het vandaag is, dat zien jullie zo. Ik krijg vaak de vraag, wat is nou mannetje en wat is nou vrouwtje schildpad? En dat gaan we nu laten zien bij een landschildpad en bij waterschildpad. Dus blijf kijken. Ja. Het alweer rond. Kijk, dat is een schildpad met een tintje eraf. Kijk eens goed of dat gaat. Ja, het gaat heel goed. Oh ja, maar dat is een vrouwtje. Ja, dus we kunnen het meteen wel even laten zien. Oh, ik ga Gerard even zo aanspelden hier. Ja. Ze kunnen hem niet verstaan. Nou, ik heb hier een vrouw vast. En wat jullie dus zien, is aan de pootjes kleine nageltjes. In tegenstelling tot die. Dan zie je dus hele lange, sierlijke nageltjes. En dus vooral de... En dat kun je zo een beetje zien. Dat er gewoon hele sierlijke nagels... Dat is echt een man. Nou, en dan zie je aan de staart... Zie je dat een man, zijn staart, die komt bijna wel achter, aan zijn achterpoten vast. En een vrouw is gewoon compacter. Zo kun je het zien. En... Er zit nog wat anders bij. Ik zet haar even in het water. Hou jij hem even vast? Yep. 1, 2. Hopla. Mannetjes, die hebben die lange nagels namelijk niet voor niks. Weet je wat ze daarmee doen? Ja, dus zal ik het misschien even op jou voordoen? Leg ik hem even. Mannetjes, om indruk te maken op vrouwtjes, die gaan hun lange nageltjes laten zien. En dan gaan ze zo langs... Vrouwtjes hun hoofdje van, oh, kijk eens naar mijn mooie lange nageltjes. Ja. Nou, en als de mannetjes dus mooie nageltjes hebben, dan... Ja, ze zijn wel een beetje lang, hè? Kan ermee door. Ja, nou, dan is het een match. Ja, dus, dat was het, Gemi. Ja. Doei, doei. Ja, maar ze doen dat dus heel erg grappig zo. Ja. Ze doen de pootjes helemaal zo en je ziet ze soms wel eens en ze komen ze een steen tegen en dan denken ze dat het een schildpad is en dan gaan ze ook zo doen. Best wel zielig eigenlijk. En je zegt dan gewoon niks terug. Dat is jammer. Saai. Ja, maar dat doen ze dus gewoon om een indruk te maken. Ja, dus knip ze niet af. Ze gaan niet denken van, oh, die nageltjes worden te lang, wat we ook heel vaak zien. Ja, oh. Je knipt eigenlijk een heel stuk van hun mannelijkheid af. Ja. Ja, oh. Dus niet doen. Nee, dat is zielig. Ja. Ik ga hem eventjes zo doen, want anders dan... Ja, een man die is veel kleiner dan een vrouw. Vervolgens, een man heeft een hele grote staart. En een vrouw die heeft een wat kleiner staartje. En, ik zal even de vrouw neerleggen. Bij een man zie je meestal wat deukjes in het schild komen aan de onderkant. Dus dat zie je niet bij een waterschilpad, maar wel echt bij een landschilpad.
Zo kun je zien dat het een man is, want dan past hij beter op het vrouwtje. Ja. En aan de nagels zie je hier niks, hè? Nee. 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 Dan dacht ik namelijk altijd dat je bij de landschildpad, dat hij ook langere nagels had dan de ander. Nee. 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 Dat is niet echt een kenmerk. Ja, dit zijn onze sulcata's. Sulcata's? Sulcata's, de sporenschildpad. Ja, dit zijn de schildpadden die ongeveer 80 kilo worden. Ze zijn nu ongeveer 20 kilo. Dus dit zijn flinke joekels. Nou, die zijn ook niet geschikt om thuis te houden, want dan moet je bijna twee kamers voor opofferen. Nou, als het mooi weer is, zijn ze lekker buiten. Ze lopen rond de vijver. Ze zijn bang voor water. Dus zij vinden het gewoon heerlijk om in die grote zandbergen te graven. Nou, op dit moment is het even een beetje te koud, waardoor ze niet naar buiten kunnen. Dan komt de grote man. Schildpadden zijn altijd lekker droog. Ja. En in de hoek heb je daar zand ook. Ja. Ja, deze houden ervan om enorme holen te graven. Nou kan dat binnen niet, maar dan kunnen ze buiten wel doen. Buiten hebben ze een enorm hol gegraven. Leuk. Nou, en ze houden wel even om een zandbad te houden. Ja, dus tegen vliegen en zo'n soort ongein. Nou, het mooiste is toch dat deze dieren lekker buiten zijn met mooi weer. Ja. Het blijft toch prachtig, hè? Ja. Het is echt prehistorie. Ja, vooral dit. Nou, hier hebben we de binnenverblijven van de landschildpadden hebben we ook aangepast. We hebben nu een ander substraat, dus we hebben gekozen voor cocoa peat. Dus eerder hadden we houtsnippers, omdat het in principe gewoon makkelijk te onderhouden was. Hè. Dus, het is toch beter voor de schildpadden, zeg maar, om op wat een vochtiger grond te zitten. Dus nu hebben we alle verblijven hebben we aangepast, zodat de schildpadden ook lekker vochtig in de grond kunnen wegkruipen. Ja. Nou, de meeste schildpadden die zijn nu lekker buiten. Er zijn nog een aantal binnen die wat zwakker zijn of die net nieuw zijn hier binnen. We hebben hier ook nog een bak. Moet je eens kijken, hoe prachtig. Ja, deze bak gebruiken we even tijdelijk als noodopvang voor een aantal landschildpadden. Dus zodra deze landschildpadden gereed zijn om in de groep te kunnen, dan gaan we deze bak verbouwen tot waterbak. Ah. Dus dan gaan we de muskus schildpadden en daar hebben we wat andere soorten bij, andere Aziatische soorten, die gaan we scheiden. Dus die gaan we ook apart huisvesten. Ja, heel mooi. Drie of vier jaar geleden dat je hier kwam, toen was dit nog helemaal kaal en toen lagen er nog allemaal planken. Dus toen moest dat allemaal nog gebouwd worden en zo. Ja, ja. En dan is zoveel gebeurd de afgelopen periode. Vond je dit nou ook zo interessant? Oh. Gerard niet? Nee. Nee. Ruk aan. Nee, nou oké. Vond je dit nou ook zo interessant? Ik wel. Ik was... Hij staat ook scheef, maar ik weet niet. Vond je dit nou ook zo interessant? Ik in ieder geval wel. Ja, ik ook. Ja, het is zeer interessant. Ja. Nou, even weer opnieuw. Even serieus, ja? Vond je dit ook interessant? Geef dan even een like. En ik wil Gerard weer bedanken voor de informatie. Nou, weer graag gedaan. Ja. En jullie zien ons weer.
terug bij een volgende video bij de schildpadopvang. Nou, doei! Thank you.